rode draad die wij hebben kunnen ontwaren in het denken en handelen van de heer Telting als president van de centrale bank, was dat hij zeer begaan was met het lot van de kleine man, in het bijzonder de kleine loontrekkers en gepensioneerden. Mensen van wie de spaargelden en pensioenuitkeringen verdampt zijn door jaren van torenhoge inflatie. Zijn gedrevenheid om het uit koers geraakte monetaire beleid weer op de rails te krijgen, was mede geïnspireerd op deze solidariteit met kwetsbare groepen. En gedurende zijn gehele carrière op de bank is hij dan ook bezig geweest met het zoeken naar mogelijkheden om voor met name die getroffenen het financiële leed te verzachten. U hebt een smartelijk verlies geleden met het heengaan van uw man, vader, broer en zwager. Maar laat het u een troost zijn dat ook wij van de bank het ervaren alsof een naaste familielid ons is komen te ontvallen. En wij treuren samen met u. De heer Telting ken ik reeds een aantal jaren. Samen hebben wij onder zeer moeilijke omstandigheden, vaak onder immense druk, zowel vanuit de regering als vanuit de burgerij, uiterst moeilijke beslissingen moeten nemen. André Telting was niet louter een technocraat. Hij was op de eerste plaats een mens die aandacht had voor zijn medemens, waardoor hij als governor bijzonder alertheid vertoonde voor de effecten van het financieel en monetair beleid naar de kleine man toe. Ik zal altijd bij me houden zijn kalme, maar indringende en haast plechtige toon van spreken, waarmee hij steeds mee wist te boeien. Governor, dank je wel voor alles wat je voor mij hebt gedaan en alles wat je voor land en volk hebt gedaan. Rustig, Suriname zal je missen. De regering van Suriname heeft gedurende 3 ambtsperiodes in governor Telting een belangrijke partner gehad ten voordele van het volk van Suriname. Hij heeft kort geleden zijn rust aangekondigd en de regering is in de gelegenheid geweest om hem te eren en hem te danken. Niemand kon vermoeden dat de aangekondigde rust een definitief vertrek uit ons midden zou zijn. En hoewel hij dat vertrek uit het actieve veld had aangekondigd, en hoewel dat vertrek nu definitief is, zullen wij, volk van Suriname, hem steeds missen in de tijd voor ons. De governor van de Centrale Bank, André Telting, wenst de rust. Wij wensen hem rust zacht. Amen.
Hallelujah, by and by.